Wat brengt jou hier vanavond? Wel, Tamar, een film van Yves Duchemin. Een Franstalige Belgische film, maar er is een documentairemaakster aanvankelijk. En heeft veel, een aantal documentaires gemaakt over het gevangenisleven. En heeft toen een fictie bedacht over drie gasten die het weekend naar huis mogen. En na het weekend weer terug moeten. En die drie verhalen lopen zo'n beetje door elkaar, door een film. En dat levert een hele mooie, een beetje desolate film op. En het is ook heel erg gedraaid in een soort documentaire stijl. En jij bent een van die mannen? Nee. Ik ben de vader van een van die mannen. En die verhouding tussen vader en zoon is heel gecompliceerd. En daar deugt niks van, dus dat gaat helemaal mis. En dat hele weekend gaat, wat ons betreft, mis. Maar ja, ik kan niet veel vertellen, maar in ieder geval, we moeten hem terugbrengen, want het lukt helemaal niet. Hij is weer gaan drinken en allemaal, het loopt helemaal mis. Het is goed dat je ziet hoe de gevangenis niet alleen maar mensen beter maakt. De eenzaamheid, de verwaarlozing, uitzicht dan weer als die mensen daaruit komen en die zijn kapot. Dus dat is triest. En tegelijkertijd is het geen trieste film. Het is ook, het zit vol vitaliteit en leven, dus ik ben daar content over. En hoe was die draaien? Ja, die was leuk, maar heftig. Heftig, ja. Heel heftige emoties, heel zo'n clash in een familie. Die past dan mooi in het thema van het filmfestival nu, The Family Dimension. Ja, zeker. Ga je nog iets zien op het festival? Ja, ik ga nog, maar daar zit ik stiekem, maak ik reclame. Daar zit ik ook in Pink Moon, dat is een Nederlandse film, over een vader die ik speel, die besluit om uit het leven te stappen en dat zijn kinderen aankondigt en hoe dat dan verder verloopt. Dat is een hele mooie Nederlandse film. Hij heeft in Nederland met succes gedraaid, is op Tribeca Festival in New York goed onthaald. Ze heeft daar een melding van de jury gekregen. Het is een mooie film. Wat staat er nog op het programma voor jou? Festival Oostende. Filmplak? Ja, er komt heel binnenkort een Netflix-film uit, Noise, met Bart Kermans. En daar speel ik ook weer. Ja, dit is mijn lot natuurlijk. Als je een oude man bent, speel je oude mannen. Dus ik speel weer een vader en ik ga niet dood. Wat ook vaak het geval is. Kostuums passen op mijn leeftijd voor films, dat is vaak pyjama's en vieze onderbroeken. Maar dat is ons lot, dus daar kunnen we niks aan doen. Je hebt natuurlijk al heel veel andere rollen. Ja, dus ik mag niet klagen.